Hallo. Deze show. Even kijken of het nou al mooi scherp staat. Ik ga even een hulplijntje trekken. Die heet. Zo heet hij volgens mij. En dan op zijn Engels, dan heet deze show. Maar dan moet je het wel netjes schrijven natuurlijk. Hè? Doe je zo. Doe je sterretje, sterretje, sterretje. Holes. Wat je ook kan doen is dat je dit niet doet. En doe je gewoon een streepje. E-holes. Hè? En deze show... Die is bedoeld voor domme mensen. Dat is heel belangrijk, want anders ga je denken dat je slim bent. En je kan niet slim worden door naar mij te luisteren. Dat ga je niet in je effing e-hole halen. Dat doen we gewoon vandaag niet. Nou, ik heb het in de show gehad over het allerleukste e-hole moment van de begin van de 21ste eeuw. En dat schrijf je zo. Dat is een soort poëzie. Hoppa. Hoppa. Heb ik het vaker over gehad. In de grote 9-11 show. Ja, je moet het maar weten te vinden. Maar het gaat natuurlijk nog veel dieper. Hè? Dat is het idee van het konijnenhol. Van wie weer zo. En hij weer zo. En jij komt hier zo omhoog lopen. Zo. Dan denk je van. Je bent hier zo. Hè? Zo. En dan denk je. Hey, daar is hier de konijnenhol. Waar zit de konijnenhol? Weet je wel? Vooral als je natuurlijk zin hebt in konijn. Dan moet je echt weten waar het konijnenhol zit. En in de konijnenhol heb je allemaal. En daar nog een vluchtingers. En dan hebben ze ook daar nog een... Die konijnen die zijn niet gek, hè. Als je hier zo'n konijnenvanger insteekt, weet je wel. Dan, zo'n hondje. Ja, dan schiet alle kanten op, hè. De rabbit hole. Ja. De streepje hoeft niet. Maar zo goed. En zie je dan een spatie tussen. Hè? Rabbit hole. Dus een ander woord eigenlijk als konijnenhol, maar een rabbit hole, nou, misschien is het wel hetzelfde woord. Konijnengat, dat is wat je ziet. Hè? Als je dat gat ingaat, dan kom je in dat hol terecht. En zo deden ze ook, toen ik klein was, heb ik dat gewoon geleerd, zo gingen ze konijnen vangen. Dan ging je gewoon eerst op onderzoek uit waar alle openingen zaten. En daar maak je dan allemaal van die vangnetjes. En één opening, die liet je natuurlijk open. En daar stuurde je dan een tackle in. En die tackle denkt echt van, wat zit daar, wat zit daar, wat zit daar? Ik ruik wat, ik ruik wat, ik ruik wat. En dan vluchten al die konijnen weg. En die lopen gewoon allemaal zo in de vangnetjes. Mijn camera begint te zakken. Even, ga er weer heel op herrie geven, pas op. En die microfoon is heel zwaar. Het is allemaal niet makkelijk hoor, mensen. Ik heb niet eens een uitkering, man. En even weer scherp stellen. Iets verprutsen nou. Onscherp. En dit is dan scherp. Oké. Okay. Ja, we zijn weer in beeld. Ja. Maar dit is wel een beetje de kwaliteit van de show. Dus ja, daar moet je wel tegen kunnen. Behalve het 9-11, dat is allemaal niet zo belangrijk. Nou, het is wel belangrijk, want wat belangrijk is in 9-11, is dat het zoveel mensen stoort. Hè?
Maar belangrijk is natuurlijk dit begrip, hè? En dat op zijn Engels is dat zo. Nee, dit moet dan his. We doen een puntje boven. Dat nou zeg. Slecht Engels zeg. Maar history. His story. Maar de geschiedenis is dat wat geschied is. Dit is de verzameling der samenhangende getuigenissen. Hoe zat het in elkaar? Zoals alleen maar inleidingen, want zo dadelijk wordt het boring hoor. Als je echt die uitzendingen gaat kijken, nou dan ga je huilend naar huis, man. Maar Wim T. Schippers, hè? Ik schrijf het, ja, ik doe het zo. Dat mag vast, ja, volgens mij is het wel mooi. Schippers. Van Chef van Oekel en zo, hè? Die heeft gedicht. Waar moet dat heen? Komma. Dan moet een pauze. Hoe zal dat gaan? Punt. Waar komt die rotzooi toch vandaan? Vraagt ik hem. Nou, daar zijn echt wel dingen over te zeggen. En als je dat wil weten, als je wil weten wat het antwoord is op de vraag die Wim T. Schippers aan jullie zelf niet, denk ik, want ik hoop dat je een beetje jonger bent dan ik. Maar de vraag die Wim T. Schippers hier stelt, daar heb ik iets over te zeggen. En wat ik erover te zeggen heb, dat is een blijde boodschap. Maar dan moet je wel goed naar me luisteren. Dus als je happy wil worden en je hebt, misschien heb je wel meer dan 2 hersencellen, weet jij veel. Kon ik even kijken hoeveel hersencellen je hebt. Ja. Je hoeft niet per se naar mij te luisteren, je kan ook op potjes schaak gaan spelen. Word je ook slim van. Dus lieverds, ik hoop dat jullie allemaal hier naar luisteren, naar de komende uitzendingen. En tot die tijd zeg ik tjus.